We gaan gauw beginnen met Sport 071. Afgelopen zaterdag was de Rapenburg Race, de derde editie. Vorig jaar kon het natuurlijk niet doorgaan, maar het was gewoon afgelopen zaterdag gelukkig weer wel. En twee weken geleden hadden we Shanti Karghi in de uitzending van, zij is van het organiserend comité, zou je kunnen zeggen, van de Rapenburg Race. En we blikken even met haar terug op dit evenement. Welkom, Shanti. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, want je was hier toen bij ons en heel enthousiast over wat jullie gingen organiseren. Dan blijft het natuurlijk altijd nog een beetje spannend van, wat gaat het weer doen? En komen er wel mensen? Ja. En komen er op het laatst niet toch nog een paar rare, vervelende maatregelen? Maar nou, vertel eens, hoe is het gegaan? Ja, het is fantastisch. We hadden het niet beter kunnen voorstellen. Zeker in de coronaperiode waarin je toch iedere keer moet rekening houden met dat op het laatste moment het roet in het eten zou kunnen worden gegooid. Nou, dat is gelukkig niet het geval geweest. We hebben een fantastische dag gehad en alles is volgens wens verlopen, volgens de regels. En iedereen was echt ontzettend blij. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat ik ontzettend trots ben. En hoeveel mensen zijn er uiteindelijk het water ingesprongen? 500. 500 zijn er het water in gesprongen. En we hadden plek voor 500. Dus een volle bak. Ja, en jullie hebben ook al bijna een ton opgehaald, hè? Klopt, ja. De tussenstand afgelopen zaterdag stond op iets meer dan €92.000. Inmiddels zijn met aanvullende donaties zitten we nu op over de €95.000. Dus we hebben niets te klagen. Nee, en want waarvoor is dat geld ook alweer bestemd? Leg even een paar zinnen uit waar jullie geld voor opgehaald hebben. Dat geld dat gaat naar dwarslesieonderzoek. Dus we hebben drie goede doelen. En die zetten zich op verschillende manieren in om de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslesie te verbeteren. Dus dat eigenlijk. Ja. En als mensen nou denken, afgelopen zaterdag, dat was ik helemaal vergeten. Het was zo mooi weer, ik ben lekker gaan fietsen of naar het strand gegaan of wat dan ook. Maar ik zou eigenlijk toch nog wel wat geld willen geven. Kan dat nog? Ja, dat kan, tot en met woensdag. Dus die ton, die moet er toch nog even komen, weet je wel? Dus, die moet nog wel even aangetikt worden natuurlijk. Ja, dat zou fantastisch zijn. Tot en met woensdag is website open. Ja, en dat is rapenburgrace.nl of iets dergelijks? Ja, www.rapenburgrace.nl inderdaad. En volgend jaar komt er dan weer een Rapenburgrace? Gaan jullie voor een vierde editie? Ja, 100%. 100%. We hebben al een goede groep opvolgers. En ze hebben al meegedraaid afgelopen zaterdag. En ze hebben alleen maar meer energie gekregen om het volgend jaar zonder COVID-maatregelen allemaal nog een keer door te laten gaan. Ja. En heb je al een datum? Staat er al een datum in potlood? Of zeg je nee, dat is allemaal nog onzeker? Vermoedelijk het derde weekend van september. Net zoals dit jaar en twee jaar geleden, in 2019. Dus uit mijn hoofd is dat 17 september, maar schrijf hem er maar met potlood in. Oké, met potlood schrijven we hem alvast in onze agenda. Ja. Fijn dat het zo'n succes is geweest, dat het zo goed gelukt is. Je had natuurlijk echt heel erg mooi weer ook. En fijn dat je eventjes aan de telefoon wilde komen om dat met ons te delen. Zeker. Ik zou iedereen zeggen, ga nog even naar die site en doneer nog een paar tientjes en help hun over die grens van 100.000. Want het is echt een heel goed doel, hè? Ja. Zoveel dankbaarheid ook van gekomen. Echt heel waardevol. Oké. Hartelijk dank, Shanti Karghi van de Rapenburg Race. En volgend jaar dan nodigen we je opvolger alvast uit om begin september weer eens langs te komen bij Sport 071. Om dan de vierde editie van de Rapenburg Race even aan te prijzen.